Dat weet niemand niet. En nog niet. Dat weten mijn eigen broers en zusters nog niet. Niemand weet het als enkele priesters, doktoren en een gehuwde vriend. Ja. Die weten dit. Waarom hebt u dat nooit willen zeggen? Omdat schande was. Het was gewoon schande. Dat was toen in die tijd niet. Ik heb het nooit durven te zeggen. En dat durf ik nog niet. Als patiënt onder narcose was, werd eerst het operatieterrein werd schoongemaakt. Daarna werd er natuurlijk een incisie gedaan, een insnijding. En dan worden de teelballen die worden verwijderd. Eventueel kan men daarvoor in plaats stalen of plastic teelballen inbrengen. Nou, dat was van tevoren met de patiënt besproken. Ja, er was een bepaald metaal, ik weet niet meer hoe dat mengsel heette. Het is heel licht en sterk metaal. Het werd ook wel in de vliegtuigindustrie gebruikt. Maar die waren op maat en die werden ingeplant. Op verzoek. Gebeurde het vaak? Nou, in de tijd was dat toch wel dat er per maand een paar keer iemand werd gecastreerd, hoor. Ja. En het was ook wel eens zo dat zo'n chirurg voor 2 of 3 mensen tegelijk kwam die gecastreerd werden. Ja. Ja. En ook gebeurde het wel eens dat priesterstudenten en zo, dat die ook voor deze behandeling in aanmerking kwamen. Ja, ja. Waarom? Ook omdat ze natuurlijk een bepaalde drift hadden die ze gewoon niet konden onderdrukken. En wilden ze nog verder gaan, dan moest dit eerst ook gebeuren. En, ja, het is natuurlijk een beetje beschamend om het te zeggen, maar het is natuurlijk wel, het was voor ook die mensen was het een bevrijding, hoor. Ergens verstoor je natuurlijk een evenwicht. Het is een hormonaal evenwicht. De testes die worden dus weggehaald. Die hebben een dubbele functie. Ten eerste produceren ze het sperma, het mannelijk zaad. Maar ten tweede zijn het endocrine organen die een hormoon produceren. Nou, de hormonen. Die zijn er vele in ons lichaam en die vormen een soort netwerk die elkaar, als het ware, met elkaar samenspelen en een evenwicht houden. Haal je er opeens één uit, dan verstoor je dat evenwicht en moet zich een nieuw evenwicht instellen. Ten gevolge daarvan zullen er ongetwijfeld hier en daar wel eens wat dingen gebeuren die je zegt, ja, dat is normalerwijs, is dat niet zo? Ze klaagden wel over bepaalde facetten en dat was dat ze wat zwaarder van lichaamsbouw werden, dat ze iets minder baardgroei hadden, iets meer bustevorming hadden, toch wel snel moe waren en sommigen ook wel eens wat depressief waren. Dat waren zo de belangrijkste symptomen en verschijnselen die je zag. Hè. En daarom zag je ze wel eens terug als psychiatrische patiënt, maar dan in een depressie. Ja. Zeg maar zo iets te vergelijken met de overgangsperiode bij een vrouw. Ja. Dat is dus wel iets wat grote gevolgen had dan voor je. Dan en of. En die waren wel bekend, maar achteraf zou ik zeggen, ja, die werden wel eens weinig voldoende uitvoerig toegelicht. Het betekent eigenlijk gezegd dat men ontmannelijkt wordt. En dat betekent dat de identiteit van iemand eigenlijk gezegd aangegrepen wordt. Dat is geen kleinigheid. Ik bedoel, dat is natuurlijk iets om daarmee klaar te komen. Dat vraagt een verwerking van dit hele trauma, want dat kun je het toch zeker wel noemen. Een verwerking van dit trauma, wat mogelijk is, maar wat niet eenvoudig is en wat niet iedereen tot een goed einde zal kunnen brengen soms. Je krijgt natuurlijk wel dat ze natuurlijk worstelen met een zeker minderwaardigheidsgevoel. In het begin natuurlijk omdat ze homoseksueel zijn en niet geaccepteerd worden. En daarna, ja, dat je natuurlijk als ontmande mens verder moet. Ik zat natuurlijk met dit probleem, de homoseksualiteit. Er werd nooit over gesproken. Niemand wist dit. Ook niet in de scholen, in kerk. Daar werd nergens over gesproken. Ik moest er zelf maar achter zien te komen wat dit was. Dus ik zag die kapelaan.
Ik denk, nou, ik kom ze sympathiek over. Ik zal toch, ik vraag toch eens of ik een keer bij mag komen. Ik ging er naartoe. Nou, ik vertelde het verhaal. Ik ben zus en zo. Homoseksueel ben ik geneigd. Waar ligt dat toch aan? Wat is dat toch? Zijn er meer mensen die dit hebben? Toen zegt hij, wat ik kan doen, ik kan voor u naar de psychiater gaan. En eens vragen wat er die van zegt. Want, zegt hij, dat mag u helemaal niet hebben. Dit is absoluut uit de boze. De kerkelijke wet laat dit niet toe. En ook de gewone wet laat dit ook niet toe. Dus ik zou er toch maar eens naartoe gaan. Fijn, toen is hij dan bij die psychiater gekomen en die vertelde het verhaal precies hetzelfde. Zegt hij, ja, zegt hij, dat mag u niet. Als ze erachter komen dat u zo bent, dan, ook al gaat u het eigenlijk niet zoeken, maar u zou het gaan zoeken, dan gaat u onherroepelijk de gevangenis in. Want dit is iets tegen de natuur. Dat kan gewoon niet. Nou, onderhand. Toen zegt hij, ja, we kunnen dus twee dingen doen. We kunnen een gasbehandeling geven om u tot andere gedachten te brengen. Helpt dit niet, dan kan u, dan kunnen we nog altijd overgaan naar een elektrische schokken. Om tot andere gedachten te komen. Lukt dat niet, dan kunnen we altijd nog castreren. Dus, wat moet er dan gebeuren? Nou, als ik in uw plaats was, ik wil er u niet toe dwingen, maar dan zou ik u willen laten castreren. Ik zeg, en dan? Ja, dan bent u van een hele last af. Dan kunt u zich veel meer concentreren op andere dingen. Enfin, ja, als dat beter is, nou, dan moet dat maar gebeuren. Toen u dat verzoek kreeg, hè, toen hebt u daar natuurlijk wel een tijdje over moeten nadenken. Nee. Hebt u daar niet over? Helemaal niet. Ik was er blij mee. U was er blij mee? En waarom was ik er blij mee? Omdat ik helemaal niet wist wat er eigenlijk achter zat. Ik had helemaal er geen erg in dat dit psychisch, hersens en castratie, dat het in de war zou lopen. Ja. Dat dit mijn leven helemaal kapot maakte. Dat had ik geen erg in. En zo is het eigenlijk gebeurd. ...2 januari 1955 is dit gebeurd. Ik moest er 's maandags morgens zijn. Of 's maandags morgens, het was daar een nieuwjaar. Ik werd er toen geschoren. En ik denk, nou zal het gebeuren. En ze gaven mij een spuitje. Er stond toen nog een religieus bij, een non. Die gaf mij die spuit. Ik werd naar de operatiezaal gebracht en daar gebeurde het, met al de gevolgen van dien. Kunnen u zich het moment herinneren dat u weer wakker werd? Dat kan ik me nog wel herinneren. Ik werd nogal schouw wakker en toen dacht ik, het is gebeurd.